Dag dames en heren, goedemorgen. Als u voor dit weekend een mooie boswandeling heeft bedacht, neem dan wel de paraplu mee. Want de komende dagen. Ja, het ziet er weliswaar prachtig uit in de bossen. Maar het is wel eventjes een stuk wisselvalliger, onder invloed van depressies. En dat merken we vandaag. Het is bewolkt. En uit de bewolking valt niet alleen deze ochtend, maar ook vanmiddag nog wel af en toe regen. De meeste regen lijkt vanmorgen te vallen. Vanmiddag zijn er zeker in het westen van het land ook wel wat vaker droge perioden. Temperatuur bij dat alles, zo'n 12, maar veelal 13 graden. En er staat een stevige wind uit. Uit zuid- of zuidwestelijke richting. Bovenland is die matig. Aan zee vrij krachtig. Tot zelfs nog af en toe krachtig. Tijdens de ochtenduren. Deze ochtend kan het zelfs eventjes aan zee... Hard waaien. Windkracht 7. De wind neemt in de loop van de dag dus wel een fractie af. En dat wisselvallige weer houden we nog even, want ook morgen hebben we veel bewolking. Een aantal buien. Op een aantal plaatsen prikt toch even de zon nog even door het wolkendek. Maandag ook weer veel bewolking, dan vooral in het zuidoosten van het land. Regen. Een graad of 13 beide dagen. De dagen daarna verandert er in de middagtemperatuur weinig. De nachten worden wat frisser, want het wordt droger. Het klaart vaker op. En ja, dan kan het in die lange novembernachten toch wel. Behoorlijk afkoelen, met daarbij ook een toenemende kans op mistvorming. Fijne dag.